Ondertussen bestaan wij met WeCreation 16 jaar. En in die 16 jaar hebben we natuurlijk verschillende effecten gerealiseerd. Want wij zijn een echte effectenbouwer, wat gebaseerd is op automatisatie. En ondertussen in die 16 jaar hebben we natuurlijk verschillende effecten gebouwd voor Rolling Stones, Rammstein, Milan Farmer, Pop-up Theater. En ja, blijkbaar zijn die toch wel gegeerd ook vanuit Londen. Hier komen we in onze innovatiecorner. Het zijn misschien onderdelen die je nog niet direct herkent, maar misschien al wel beleefd hebt. Want dit is de basis van alle verrijdbare tribunes en verrijdbare video's in het pop-up theater, waar we de musical 4045 en dans doen. Dit is een technologie die vandaag meer en meer toegepast wordt, omdat vroeger was het heel eenvoudig, was het een wagentje en was het een persoon die duwde een karretje op het podium. En vandaag wordt dat heel mooi gewoon, dat komt er één keer op en is die persoon niet meer nodig. Wat het natuurlijk allemaal meer afgewerkt maakt, meer zeker in herhalende shows, altijd op hetzelfde moment komt. En ook belangrijk om te weten is, een effect is iets waar licht, geluid, video, positie samenkomt. Daarvoor hebben we die automatisatie nodig om het allemaal echt laten op elkaar af te stemmen. Wat hebben jullie voor de show in Londen gemaakt? Wat hebben jullie voor ABBA gedaan? Wel, dat zijn verschillende effecten die we daar gerealiseerd hebben. Er zijn verrijdbare videoschermen om de setting anders te maken. Het volledige podium, de liften die erin zitten, doeken die naar beneden komen, die draaien, lichttrussen die naar beneden komen. Ja, de combinatie van het geheel is zodanig groot, zodanig dat ze echt verschillende settings kunnen maken en andere effecten creëren.